Dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video over Europa Park. Na het nogal negatieve nieuws wat er is gevallen natuurlijk over de brand die is ontstaan in het park, hebben we nu eindelijk weer eens wat positiever nieuws en dat wil ik zeker met jullie delen. Ze hebben een tweetje eruit gegooid, Europa Park NL. We werken dag en nacht om de attracties fjordrafting en koffiekopjes weer in bedrijf te nemen. Volgens de laatste berichten zal dat in de komende weken het geval zijn. We houden je op de hoogte. Nou, dat is natuurlijk positief nieuws dat ze in ieder geval de fjordrafting, de wildwaterbaan en ook de theekopjes, de koffiekopjes weer in werking willen stellen. Dat in ieder geval de mensen weer gewoon daarin kunnen zitten. Dat betekent dus dat niet het hele gedeelte van Nederland is verwoest. Althans, er zijn dus nog attracties gewoon gespaard gebleven in dat gebied, zoals de theekopjes, de koffiekopjes in dit geval. En dat is natuurlijk positief nieuws. Hier zien we nog wat reacties eronder. De koffiekopjes zullen deze week weer hun rondjes draaien en fjordrafting zal binnen enkele weken weer beschikbaar zijn. We vragen je begrip dat we over de attractie Piraten in Batavia pas later iets kunnen melden. Hannes vraagt bedankt, hoe staat het trouwens met Eurostad? Lukt dat tegen het begin van de zomer? En ze antwoorden daarop, we hopen binnenkort een datum te kunnen melden. En deze tweet is ook wel erg verrassend en ook heel positief. Na het verlies van de populaire attractie Piraten van Batavia denkt de familie Magna over een nieuw concept. We kunnen nu echter al bevestigen dat er op die plek in de toekomst weer een attractie voor de gehele familie zal ontstaan. Voor de rest is er eigenlijk weinig bekend en moeten we gewoon Europa Park in de gaten blijven houden wanneer ze dus met nieuw nieuws komen over die nieuwe familieattractie. Het kan gaan om een dark ride achtbaan, het kan gaan om gewoon weer een waterattractie met bootjes. Misschien is het leuk om in de comments te reageren wat jij denkt wat daarvoor in de plaats komt te staan. Dus welke familieattractie je hoopt en misschien ook wel denkt wat er gaat komen. Het moet natuurlijk wel een beetje in het Nederlandse straatje passen. Er ontstaan natuurlijk ook discussies onder het bericht. Waarom geen nieuwe piraten in Batavia? Wat is dit nou weer voor onzin? Waarop Kevin zegt, omdat een dark ride met die omvang en zoveel animatronics onbetaalbaar is in 2018. Dus totaal geen onzin. Dat begrijp ik ook. De animatronics zagen er heel goed uit. En eigenlijk voelde de attractie ook als nieuw als je een ritje erin maakte. Het is natuurlijk best jammer, maar je moet je ook voorstellen dat Europa Park natuurlijk wel hun attracties continu verbetert. Door ook de nieuwe technologieën. Ja, we moeten dat gewoon even afwachten. Dit was de kleine update video van vandaag. Laat even in de comments weten wat jij denkt welke attractie er gaat komen in Europa Park. Doei doeg!